Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus. Dit is een dagelijkse productie van het Nationaal Informatie Instituut. In dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. Het Nationale COVID-19 Management Team informeert samenleving. Nieuwbakken SBB-directeur Facilitaire Diensten klaar voor job. Ministeries van Financiën en Handel, Industrie en Toerisme in overleg met importeurs. De nieuwe valutawet goedgekeurd door het parlement, bekrachtigd door staatshoofd. En belangrijke hygiënetips ter bescherming tegen COVID-19. Het Nationale COVID-19 Management Team ligt de samenleving dagelijks in over de ontwikkelingen rondom COVID-19. De samenleving wordt tijdens de dagelijkse persconferenties ook geïnformeerd over maatregelen van de overheid om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Kijkt u mee naar het verslag van de persconferentie welke het team heeft gehouden. De minister heeft aangegeven, wij zijn ingeschakeld door de regering om assistentie te verlenen, logistiek, maar vanwege ook onze netwerken. We zijn de grootste zorginkoper, dus dit is dus enorm belangrijk. Dat wij dus nu ook ervoor zullen zorgen dat er door de regering overeengekomen hulp met Cuba, dat de medicamenten vanuit Cuba ten behoeve van COVID-19 hier door het SZF zullen worden binnengebracht en ter beschikking zullen worden gesteld van het BOG / het ministerie van Volksgezondheid. Het zijn medicamenten van het bedrijf BioCuba Pharma. Het gaat namelijk om het medicament Interferon Alpha 2B. Er is afgesproken dat er dus 2100 ampullen in eerste instantie, eerste aanleg, worden binnengebracht. Dat aantal is genoemd nu vanwege de grote vraag. Heeft de regering namelijk besloten om dit eerste aanleg binnen te brengen. Per patiënt, indien nodig, per patiënt. Een redelijk goed uitziende patiënt verbruikt tussen de 5 en 10 ampullen. En een patiënt die er slechter aan toe is, zal tussen de 10 en 20 ampullen gebruiken. Dat betekent dus namelijk op een totaal van 2100 ampullen tussen de 100 en 200 patiënten geholpen kunnen worden. Wij hopen dat dat niet hoeft. Wij hopen dat dat niet gebeurt. Maar de regering heeft wel ervoor gezorgd dat die ampullen komen naar Suriname. In case of. Ik hoop dat ik u dus wat dat betreft goed heb geïnformeerd. We zullen gebruik maken van Fly Always ook om de spullen per luchttransport binnen te halen, zodat ze dus met de meeste spoed ter beschikking zijn van Suriname. Gisteren hebben we een vlucht gehad uit, laat me het zo zeggen, de regio. Het is een vlucht geweest waar er een hoog risicoland is geweest. En de mensen zijn dus gisteravond laat aangekomen. Het zijn ongeveer 101 passagiers aangekomen in Suriname. Ik moet zeggen dat wij na een gedegen voorbereiding, lerende uit de gevallen daarvoor, zijn de mensen op een hele goede manier afgehandeld, heel snel. Alle diensten die een aparte dienst moesten uitvoeren, die hebben dat heel erg secuur en heel erg goed en in coördinatie met elkaar gedaan. Natuurlijk waren er wat kleine misverstanden, maar die zijn plaatselijk door de persoon die dat coördineerde, is dat snel opgelost. De passagiers die zijn verplaatst met een viertal bussen richting Paramaribo. Ze zijn allemaal gebracht naar een centrale plaats, dat is het terrein van KKF geweest. Op het terrein van KKS is de opvang ook voorbereid, waarbij de mensen dus via een bepaalde tunnel naar binnen zijn gebracht. Er was water aanwezig, er was koffie, thee, etc. aanwezig. Er waren wat broodjes voor de mensen indien ze dat wilden hebben. En er was hulp vanuit de diverse diensten zoals het leger, waarbij dus de militairen hebben geholpen met het sjouwen van koffers, etc. Er waren mensen die geen transport hadden en daar hebben wij natuurlijk ook voor transport naar huis voor gezorgd.
Dus ik wilde hierbij alleen maar aangeven dat, dat er wat met betrekking tot de opvang van de personen die gisteren zijn gearriveerd, wij tot op dit moment alleen maar positieve berichten hebben gehad. Vanavond staat er weer een vlucht. Vanavond verwachten wij ongeveer een 86 passagiers die terug zullen komen. En in principe moet de opvang et cetera alleen maar beter worden. Dus we zijn blij met dat de intersamenwerking heel erg vordert, heel erg goed wordt op dit moment. En we roepen op dus dat we dit steeds beter en beter en beter maken. Ik wil u voorhouden, er is ook in navolging van de, laat me zeggen, het voorbeeld dat wij hebben gehad van het ministerie van Volksgezondheid, zal ik u ook een lijst voorhouden van donatiespullen die wij op NCCR tot op dit moment hebben gehad. Het gaat in de meeste gevallen gaat het om voedingsartikelen, brood, etc. Maar ik wil u toch wel opsommen, water, een halve liter flessen, 36 tray chocopasta, 21 potjes pindakaas, 17 potjes, reinigingsmiddelen, 20 flessen vloeibaar zeep, babyvoeding, Nutrilon, babyvoeding, Brinta, tandpasta, badzeep, baddoeken, waspoeder, toiletreiniger, afwasponsjes, stroop, handzeep, bleekmiddel, sardines, toiletpapier. En zo zou ik nog kunnen doorgaan. Alleen maar om aan te geven dat wij ook wel donaties hebben gehad op het NCCR. Met betrekking tot ondersteuning van burgers in Suriname die een bijdrage willen leveren. Zodat de mensen die in quarantaine worden geplaatst zo goed mogelijk in elk geval verzorgd kunnen worden. En eigenlijk aan niets mogen ontbreken. Er zijn een aantal toezeggingen die wij nog hebben en die nog niet zijn verwerkt. Maar ik denk dat wij dus gaandeweg zullen wij dus in elk geval publiceren in het kader van transparantie wat we hebben gehad en hoe ze gebruikt zijn geworden en waar ze gebruikt zijn geworden. Ik wil wat betreft mijn informatie van vandaag het hierbij houden. Laat me alvast antwoord geven. Op de vraag, komen de polies landelijk? Jawel. Daarom zei ik u al, RGD gaat ook 5 identificeren. En RGD is aan de kustvlakte. Maar we gaan ook medische zending desgewenst inschakelen, zodat wij het helemaal landelijk hebben. Dus concreet, jawel, landelijk. We denken niet aan Paramaribo alleen. Zeker, u weet, vaker ben ik in de pers. De regering Bouterse denkt landelijk. Wat betreft de passagiers uit Curaçao, die er wordt gecheckt wat de situatie van de passagier is. Want u komt uit een low-risk-land, u weet het. Zolang er geen binnentransmissie is, Cuba, nog Suriname is tot 10 minuten geleden nog geen transmissieland. Dan ben je een low-risk land, ook Curaçao. En dan gaan de passagiers niet in quarantaine. Maar het kan gebeuren dat wanneer zo'n persoon komt en hij griep of keelverschijnselen zou hebben, laten we het aan de persoon zijn verantwoordelijkheid over. En dan kunnen we die persoon wel gaan monitoren. Dat wordt dan wel gedaan, want je krijgt ook op de luchthaven of in het vliegtuig. Ik denk dat als je komt, moet je ook een formulier invullen wat je situatie hebt, welke landen ben je gegaan enzovoorts. Dat is ook de verantwoordelijkheid van ieder, dus ook van de passagiers. De kersverse SBB-directeur Facilitaire Diensten, Jermin Pinas, mag zich sterk voor verbetering en uitbreiding van faciliteiten om de intrinsieke motivatie van het personeel te stimuleren. Ook is hij voorstander van de decentralisatie van de organisatie
om zodoende de SBB dichter bij de houtondernemers te brengen. Met zijn aanstelling zal er niet alleen volgens een versneld tempo gewerkt worden, maar zal er volgens nieuwe inzichten efficiënt en effectief gebruik gemaakt worden van apparaten en faciliteiten bij de afdeling logistiek en invoer van data onder zijn beheer vallen. Vanuit facilitaire diensten denk ik dat wij als taak hebben om zeker het personeel goed te faciliteren. En dat is mijn eerste focus. Omdat je binnen het bedrijf gemotiveerde mensen moet hebben. Gemotiveerde personeel. Mensen die met plezier aan het werk komen. Mensen die voor elkaar moeten kunnen staan. Elkaar kunnen ondersteunen. En ik denk wanneer dat goed is, moet je sowieso intrinsiek gemotiveerd zijn, maar ook extrinsiek. Dan meen ik daarmee te zeggen dat we de posten goed moeten faciliteren. De posten moeten voorzien zijn van computer, voorzien zijn goede ruimtes voor de mensen, personeelsleden. Op zo'n post heb je de interieurverzorgsters, je hebt de boswachters, maar ook heb je mensen die de administratie draaien. Die moeten ook goed gefaciliteerd zijn om zo gemotiveerd de klanten te ontvangen. En dan denk ik dat we inderdaad dat een bijdrage kan leveren aan de groei van deze organisatie. Als je gemotiveerde mensen hebt. Ja, daarvoor maak ik me op de eerste plaats sterk. Absoluut is decentralisatie naar mijn mening van eminent belang wanneer we willen praten over groei van deze organisatie, van het bedrijf. Denk ik dat decentralisatie op de eerste plaats. Waarom? Dit bedrijf is in Paramaribo gevestigd. Hoofdkantoor althans, in Paramaribo gevestigd. Terwijl al onze klanten in het verre district te zijn. Er is dus een grote afstand vanuit de locatie waar ze opereren, waar ze hun operatie plegen, is er een grote afstand om Paramaribo te bereiken. En ik zeg, wanneer je die afstand probeert te verkleinen, wanneer je ervoor zorgt dat die man die ergens op Lange Tabiki opereert, het hem 2 dagen kost om Paramaribo te bereiken. Wanneer je dat probeert weg te nemen, die afstand korter maken, stimuleer je die klant om 1. Niet alleen om zo langer te kunnen werken, dan bedoel ik in plaats van 2 dagen gewoon 1 dag. Want vanuit Lange Tabiki bijvoorbeeld, hoeft hij dan niet meer 2 dagen af te reizen. Of aantal uren meer te maken, maar gewoon 2-3 uurtjes bereikt hij Mungo al. Dan maak Mungo tot een soort centrum waar je alles kan doen. Maak Mungo, zorg ervoor dat Mungo goed gefaciliteerd is, dat je van daaruit kan invoeren, van daaruit alle informaties kan opnemen van de klant. En dan denk ik dat je zo'n klant dan zo stimuleert de brug, de afstand van bedrijf uit naar SBB kleiner wordt. En dat is de bedoeling van mij wanneer ik het heb over decentralisatie. Daarmee moeten we de klant inderdaad kunnen stimuleren. Die mannen die al bezig zijn. Maar ook wanneer iemand zou denken aan stappen in die branche. En alleen denken aan Paramaribo vanuit Nikeri. Naar Paramaribo afreizen, werkt dat demotiverend. En vertrekken vanuit Nikeri naar een post daar in de buurt, misschien 1/2 uur, 1 kwartier, voor informatie, het inwinnen van informatie, denk ik dat je daarmee de mensen tegemoet komt. Minister Gilmore Hoefdraad van Financiën en zijn collega Stefan Sang van Handel, Industrie en Toerisme hebben op instructie van president Desiree Bouterse een bijeenkomst gehouden met staatsbanken. Het gaat in deze om de Surinaamse Postspaarbank en Volkskredietbank.
Deze ontmoeting heeft plaatsgevonden op 23 maart 2020 op het ministerie van Financiën. Partijen hebben tijdens deze meeting stappen besproken hoe importeurs van valuta tegen een redelijke koers te voorzien. We zijn 2 dagen druk bezig geweest. Je begrijpt dat met de crisis rondom het coronavirus de verschillende lagen van de samenleving heel diep zijn getroffen. En onze focus is om toch wel het volk zoveel als mogelijk tegemoet te komen. Op basis hiervan, op instructie van de president, hebben mijn collega en ik, minister AIT, vergaderd met 2 staatsbanken, de SPSB en de VCB, en met een ondernemer, de heer Tuttelaan. Uit de bus is gekomen dat wij op basis van de basislijst, de basisgoederenlijst, wij de importen zo goed als mogelijk willen garanderen tegen acceptabele prijzen. Je weet dat op dit moment de prijzen de lucht uitvliegen en wij willen dat keren. Ik moet zeggen dat na 2 dagen van praten we deze actie zullen overgaan. Minister HIT is hiermee belast. Maar het gaat erom dat de ondernemer bereid is via zijn eigen valuta tegen zeer redelijke koersen in feite aan de importeurs van basisgoederen dollars ter beschikking te stellen. En als we praten over zeer redelijk, dan zeggen we echt substantieel beneden wat er nu op de markt heerst. Dit zal zeker helpen de koers te verlagen. De importeurs die op dit moment zoeken naar valuta, die kunnen na, gecoördineerd door mijn collega, zullen er gesprekken plaatsvinden waarbij de SRD's op de staatsbanken zal worden gestort. En dat die dan ook zullen zorgen dat de importeurs de valuta kunnen krijgen om af te handelen met hun counterparts in het buitenland. Ten aanzien van de dollars, dat zal zeker heel veel helpen. We halen een substantieel deel van de importeurs uit de markt. Maar verder wil ik nog een klein punt aan toevoegen, want dat is het tweede waarmee we ons bezighouden. We importeren heel veel uit China. Als ik kijk naar mijn collega, is het ongeveer 30% per maand. We hebben een swap die wij in 2015 hebben getekend, begin vorig jaar verlengd. Een swap met China, waar tegen wij in Chinese currency, RMB, in feite importen kunnen krijgen. Binnenkort gaan we met de centrale bank zitten, omdat de RMB's in feite gewoon daar zitten te zitten. En wij willen ook die importen uit China veiligstellen door zoveel als mogelijk van die faciliteit gebruik te maken. Dus 1. Via de staatsbanken zal spoedig met de importeurs van de basisgoederen worden overlegd, zodat ze van de markt gaan en via onze staatsbanken in feite hun importen veilig kunnen stellen. En onze tweede stap is om met de centrale bank aan tafel te zitten, zodat wij kijken hoe wij alle importen uit China via de RMB-swapregeling kunnen voltrekken. Ik denk dat we als deze 2 grote groepen uit de markt halen, naast natuurlijk het afkondigen van de wet, dat zeker zal leiden tot wat meer rust op de valutamarkt. Nou, we hebben een meeting gehad net met mijn collega van Financiën en 2 banken en een ondernemer. En ik moet zeggen, ik ben bijzonder ingenomen met de initiatieven van de ondernemer ter ondersteuning van het beleid om de koers omlaag te halen en om de basisgoederen betaalbaar te maken voor de samenleving. En het gaat erom dat er een voorstel is gedaan dat de ondernemer zelf middelen ter beschikking stelt aan andere ondernemers, aan andere importeurs, een pakket van basisgoederen. We hebben samen met hem gezeten. Ik denk dat we de producten moeten listen. En aan de hand daarvan nodigen we dan de importeurs uit van die producten. En het is de bedoeling dat hij dan de dollars ter beschikking kan stellen tegen een weer goede koers. En wat dat is, denk ik dat we nog even met hem moeten gaan bespreken. Maar dat betekent dus dat er een verlichting zou komen op de druk op de dollar.
Het gaat in ieder geval een verlichting brengen op de druk op de dollarkoers. En ook met de andere maatregelen zoals de swapdeal met China, waarbij importeurs die normaal uit China importeren eerst US dollar zoeken en dan gaan converteren in RMB, dat komt te vervallen. 30% van onze importen zijn dat, zoals mijn collega heeft aangegeven. Dus als die weg komt te vallen, dan heb je ook een flinke verlichting op de druk op de dollar. We kijken er naar uit. Binnenkort zal HIT de gesprekken starten met de importeurs van die goederen. Ik denk dat we in heel binnenkort die lijst ter beschikking krijgen en dan gaan we de importeurs uitnodigen. Suriname beschikt nu over een nieuwe valutawet. De wet is op 21 maart 2020 goedgekeurd door de Nationale Assemblée. Deze wet is bedoeld om de samenleving te beschermen tegen het kunstmatig omhoog stuwen van de valutakoersen. Met deze wet zullen irrealistische koersstijgingen die de afgelopen tijd hebben gezorgd voor drastische prijsverhogingen tot het verleden moeten behoren. Intussen is de wet door de president van de Republiek Suriname, Desiree Delano Bouterse, bekrachtigd. Deze wet zal door het ministerie van Binnenlandse Zaken afgekondigd worden en dan in het Staatsblad van de Republiek Suriname opgenomen. Maatregelen en adviezen rond het COVID-19-coronavirus in Suriname lijken nog niet voldoende tot de burgerij te zijn doorgedrongen. Focus wenst door dagelijkse tips en voorlichting van de desbetreffende autoriteiten door te geven een bijdrage te leveren tot het voorkomen van meerdere besmettingen. Het ministerie van Volksgezondheid benadrukt dat het aandoen van een mondmasker voorbehouden is aan zij die griep- of verkoudheidverschijnselen vertonen. De stormloop op de zogenaamde N95 is vooral niet nodig, daar deze attributen evenals handschoenen behoren tot persoonlijke beschermingsmiddelen voor verplegend personeel. Indien u wel een handschoen aandoet, dient u dezelfde hygiënevoorschriften in acht te nemen als wanneer u die niet zou aandoen. Binnenshuis blijven is een van de meest adequate voorzorgsmaatregelen om contact met anderen en daarmee de kans op besmetting te verkleinen. In dezelfde lijn worden sociale bijeenkomsten en direct contact nog steeds afgeraden. Bent u koortsachtig, kortademig of heeft u ongewone longproblemen en een recente reisgeschiedenis naar risicogebieden, dan is het aan te raden om direct te bellen naar de BOG hotline op 178. En dat was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Tot de volgende keer.